Om hoeveel geld het precies gaat is nog niet duidelijk en hangt nog af van welk rekenmodel het Rijk uiteindelijk kiest. Maar er is wel berekend dat dit de stad in het slechtste geval jaarlijks 92 miljoen euro kost. En in het minst slechte scenario alsnog 27 miljoen. Het is een heel groot probleem. Als je weet dat we ruim tussen de 600 en 700 miljoen euro per jaar uitgeven aan bijstandsuitkeringen. En dan zou het opeens 92 miljoen minder zijn. Dat is natuurlijk een forse slok op een borrel. Dat nieuwe verdeelmodel voor de uitkeringen pakt vooral voor Amsterdam slecht uit. Andere gemeenten komen er beter af. En daarom wil de wethouder het dan ook niet accepteren. Een uitschieter zoals in Amsterdam, waarbij we echt heel veel geld minder zouden krijgen, kan niemand verklaren. En zolang dat zo is, zeggen wij, kunnen wij dit niet accepteren. En hebben we ook aan het Rijk voorgesteld, aan de staatssecretaris van Sociale Zaken. Laten we nou samen een expert, een deskundige aan het werk zetten om te kijken waar dit vandaan komt en hoe je dat kan corrigeren. Pikant detail is dat deze enorme tegenvaller afkomstig is van het ministerie van oud-wethouder Lodewijk Asscher. En op dit moment wordt er onderhandeld over het nieuwe stadsbestuur. De onderhandelaars daar krijgen te maken met een forse tegenvaller. Het lijkt er een beetje op alsof er uit Den Haag een bom onder het komende coalitieakkoord gelegd wordt. Een financiële bom. De drie partijen zijn aan het onderhandelen en plannen aan het maken met geld dat er waarschijnlijk helemaal niet is. Ja, dus er wordt nu uitgeruild. Dus als GroenLinks dan dacht, nou dan krijgen we 72 miljoen voor klimaat, geven we iets anders weg. Maar dat geld is er dus misschien helemaal niet en zelfs waarschijnlijk niet. Kortom, dat is lastig onderhandelen. En daardoor zou het toch nog wel eens wat langer kunnen duren voordat Amsterdam een nieuw stadsbestuur heeft.